jij jezelf dan wel of niet als oorlogskind? Nee, eigenlijk niet. Ik zou het zo kunnen noemen, omdat het feitelijk zo is. Mm-hmm. Maar het is niet alsof ik denk, nou, ik ben een oorlogskindje. Ik identificeer mij met, op een manier met oorlog. Nee. Ik denk wel dat ik, maar dat is eigenlijk pas sinds het interview met War Child, dat ik bepaalde verbanden ben gaan zien. Dat ik snap, oh, oké, dit is wat de oorlog met mijn moeder heeft gedaan. Zo heeft ze mij opgevoed. En het onthechte gevoel in mij, het feit dat ik ook bijvoorbeeld me niet heel snel ongemakkelijk voel, niet heel snel onveilig. Dat komt ook wel omdat je misschien in je formatieve jaren zoiets hebt gevoeld en daarna niet meer zo heel snel onder de indruk misschien bent. Ja, je hebt het in het interview over onthechting. Ja, ja, ik weet niet zo goed waar het thuis, waar het veilig is. Dus je wordt op een gegeven moment word je eigen fundament. Mm-hmm. Dat is een beetje, denk ik, hoe het werkt. Weet je, oorlog is erfelijk, maar dat hoeft niet per se iets erfelijks, hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Je bent getekend erdoor, maar je hebt ook dingen erdoor geleerd. Je hebt er ook iets aan gehad. Yevgeny, jouw vader vocht aan Russische zijde, want hij was een Rus, in het Sovjet-tijdperk tegen de Duitsers. Mijn opa was, ja, klopt. En dat heeft je wel doorgegeven aan mijn vader. Dat heb ik vanaf het begin eigenlijk gezien, gevoeld. Maar inderdaad, besef komt pas later als je daarmee bezig gaat zijn en dat je echt daadwerkelijk over gaat nadenken. Dat heeft ook mij getekend, want en mijn vader en mijn opa zijn geen praters. Nooit praters geweest, nooit emoties uiten. Russische mannen huilen niet, drinken wel. En ja, dat is wel echt een ding. Als je drinkt, dan ga je over emoties praten. Dat heeft mijn vader ook gedaan en dat heeft mijn opa ook gedaan. En dan praten ze natuurlijk over verhalen.